Wat zijn de uurtarieven van ZZP'ers in Nederland? In deze video een top 10 van de beroepen met de laagste uurtarieven en een top 10 van de beroepen met de hoogste uurtarieven. Welkom bij ZVD TV. Wie heeft het laagste uurtarief? Zijn dat de chauffeurs, zijn het de schilders of zijn het toch de beveiligers? En wie heeft het hoogste uurtarief? De psycholoog, de interim manager of toch de jurist? We gaan het allemaal zien in deze video. De informatie die haalde ik uit een enquête die Knap hield samen met Ik Word ZZP'er onder... 10.000 ZZP'ers. En dat onderzoek, die enquête, die kun je downloaden... via een link in de beschrijving van deze video. En voor de duidelijkheid, disclaimer... ik heb deze video gewoon zelf gemaakt. Ik heb verder geen samenwerking met KNAP... of ik word ZZP'er. Goed, twee top 10's dus. Een top 10 met de laagste uurtarieven... en een top 10 met de hoogste uurtarieven. En laten we beginnen met de laagste uurtarieven. En dan beginnen we op de tiende plek. Dat wil zeggen dat op de eerste plek... dat klinkt als de winnaar, maar daar staat... Het laagste tarief. Dus laten we beginnen met op plek 10. En op plek 10 staat de lasser met een uurtarief van 47 euro. Op de negende plek staat de schoonheidsspecialist. En de schoonheidsspecialist die heeft een uurtarief van 45 euro. En goed om te weten dat schoonheidsspecialisten van alle 50 beroepen die voorkwamen in die enquête het vaakst consumenten als klant of als opdrachtgever hebben gevolgd door de masseurs. Goed, gaan we verder met de top 10. Gaan we naar de achtste plek. En die achtste plek die is voor iedereen die timmerman is. Want de timmerman die zit volgens die enquête onder 10.000 zzp'ers. Die zit op een uurtarief van 44 euro. Euro. En misschien leuk, want we gaan zo meteen door met deze top 10. Uh, geef ook jouw uurtarief eens uh, in de reacties hier onder deze video. Dan kunnen we eens kijken of deze enquête een beetje klopte. Nogmaals, ze hebben het gedaan onder 10.000 ZZP'ers. Maar uiteraard ben ik ook super benieuwd naar wat jouw beroep is en welk uurtarief jij hanteert. Dus laat het vooral weten in de comments onder deze video. Gaan we door naar de plek 7 in de top 10 van de laagste Uurtarieven. Daar vinden we de schilders en de stucadoors. En die zijn goed voor een uurtarief van zo'n 43 euro. En wat uit deze enquête ook bleek, was dat schilders en stucadoors... als zij met name voor vaste opdrachtgevers werken... dus niet veel lossen, maar met name één uh, of een paar grote vaste opdrachtgevers... dat hun uurtarief dan 6% lager ligt dan de schilders en de stucadoors... die heel veel met wisselende klanten werken. Op 6 in de top 10 de klusser, een wat bredere term uh, voor een ZZP'er... Die meerdere dingen doet dan alleen maar misschien een timmerman of een elektricien of een stukadoor. Uh, hij of zij noemt zich een klusser en zit op een uurtarief van 42 euro. En wat ik daar opvallend vond, wat ik nog verder las in, dat, uh, in die enquête, was dat klussers die voor consumenten werken, dat die een 10% hoger uurtarief hanteren dan klussers die voor bedrijven werken. En dat, nogmaals, dat verbaast mij. Ik zou eerder andersom uh, denken, maar uit die enquête blijkt dat die klussers die voor consumenten werken, 10% meer vragen dan, dan clusters die voor zaken, voor bedrijven werken. Dan gaan we naar de vijfde plek in de top 10 van laagste uurtarieven. En daar staat de Hovenier met een uurtarief van 42 euro. En wat er verder uit die enquête bleek, dat was dat de Hovenier veel zakelijke kosten maakt. Er zijn twee beroepen die nog meer zakelijke kosten maken: dat zijn de rijinstructeurs en de timmerlieden. Uh, en uh, bij die Hovenier snap ik het. Die rijinstructeur snap ik ook. Want die moet de auto hebben. Uh, dus uh, dat was volgens mij de top drie van uh, beroepen die uh, de meeste zakelijke kosten maken. Op de derde plek, de Hovenier. Maar hij vindt zich dus qua uurtarief in, uh, op de vijfde plek. Met een uurtarief van 42 euro. Ja, dan gaan we naar uh, de mensen achter het stuur. De chauffeurs. Uh, nogmaals, ik weet niet de details. Wat voor een type chauffeurs. Want je hebt natuurlijk chauffeurs en chauffeurs. Maar hij staat in dit onderzoek op de vierde plek. Met een uurtarief van 38 euro. Euro. Een opvallend detail als het gaat om de chauffeurs. Gemiddeld schrijven zij 37 uur per week aan declarabele uren. En daarmee schrijven zij de meest declarabele uren van alle 50 beroepen uit dat uh, uh, onderzoek. Dus uh, goed, tarief is laag, maar ze draaien wel veel uren declarabel. Dan gaan we naar de top 3. De top 3 van de laagste uurtarieven van ZZP'ers in Nederland. Met op de derde plek de kok. Uh, en de kok staat in dit overzicht met een uurtarief van 37 euro. We hebben er nog twee te gaan. De plek 2 en 1. En uh, ik moet je zeggen, dat is een gedeelde tweede of een gedeelde eerste plek. Want er zijn twee beroepen die allebei een net zo relatief laag uurtarief hanteren. En dat zijn de beveiligers en de schoonmakers. En zij zitten allebei vanuit deze enquête op een uurtarief van... 33 euro. En wat blijkt uit dit onderzoek is dat slechts 25% van de beveiligers tevreden is met zijn of haar uurtarief. En dat is het de laagste score van alle 50 beroepen die voorkomen in deze enquête. Niet alle beveiligers zijn overigens ontevreden met hun uurtarief. Ik sprak in een eerder interview op CVD TV Ronnie Mohan, een absolute topbeveiliger, ook ZZP'er. Je kan hier bovenin een video kijken als je wil een heel interview met hem onder andere over uurtarieven maar ook over het vak van beveiliger en waarom hij het zo'n prachtig vak vindt dus een prachtig vak maar wel met best wel een laag uurtarief van 33 euro ja, dan gaan we naar de grootverdieners. De top 10 van hoogste uurtarieven van ZZP'ers in Nederland. Laten we beginnen met de tiende plek. En de tiende plek die is voor de business analisten onder ons. Business analisten die verdienen een uurtarief van 98 euro. En daarmee valt al meteen op dat de top 10 van hoogste uurtarieven, op de tiende plek 98 euro. En we kijken naar de top 10 van de laagste uurtarieven, 33 euro de winnaar, zeg maar. Dat daar een waanzinnig gat tussen zit. Het is zo. Het is geen oordeel. Het zijn feiten die ik presenteer. Maar er zit wel een heel groot onderscheid in. Op de tiende plek zit daar dus de business analyst voor een tarief van 98 euro. Dan gaan we naar de negende plek. Op de negende plek in de top 10 van hoogste uurtarieven staat de Scrum Master of de Agile Coach. Ja jongens, in Nederland we werken we allemaal agile en met scrum teams en weet ik veel wat allemaal. Nou, die verdienen wat. De Scrum Master en Agile Coach die verdient hier 102 euro. En ik zei net al in de andere top 10 dat de chauffeurs de meest declarabele uren draaiden. Maar in die top 10 zit ook deze beroepsgroep. Dus de Scrum Masters en de Agile Coaches die draaien samen met de chauffeurs de meest declarabele uren. Per week. Dan gaan we weer een stapje omhoog. Op de achtste plek staat de IT-consultant. Ja, de consultants, ze zijn nog steeds populair met een tarief van 103 euro maar liefst. Op de zevende plek de psychologen met een uurtarief van 108 euro. En uit de enquête blijkt dat zij samen met huisartsen en masseurs vinden zij zichzelf nogal slechte onderhandelaars. Ik denk zelf, een uurtarief van 108 euro hoef je ook niet echt keihard te onderhandelen. Want dan kun je een aardige omzet draaien als je, declareren, als je behoorlijk wat declarabele uren kan maken. De psychologen dus op plek 7 met 108 euro uurtarief. Dan gaan we naar plek 6. Dat zijn de IT-projectmanagers. En die zitten op een uurtarief van 110 euro. Dus we klimmen omhoog qua uurtarief. Benieuwd wat er op de eerste plek staat en wat daar het uurtarief is. Maar de IT-projectmanagers op de zesde plek met een uurtarief van 110 euro. En deze groep doet samen met de Scrummasters en de juristen, die ook nog in deze top 10 staat... Euh, doen zij de meeste opdrachten voor de overheid. Op de vijfde plek staan de interim managers. En de interim managers die hanteren een gemiddeld uurtarief van 113 euro. Dan gaan we naar de vierde plek en daar staat de DGA-directeur. En die staat erin voor 114 euro. Dat vind ik op zich een beetje een, een rare, moet ik eerlijk zeggen. Want een DGA-directeur is volgens mij. Um, uh, directeur-groot aanhouder van een BV. Dus ik zie niet zo goed in hoe zij dan ZZP'er zijn. Maar nogmaals, uh, ik heb de enquête niet gedaan. En uh, dus uh, disclaimer, ik vond het leuk om deze twee top tiens te maken. Hij staat erin. De DGA-directeur die staat erin voor een uurtarief van 114 euro. Ja, dan gaan we naar de top drie van hoogste uurtarieven van ZZP'ers in Nederland. Met op de derde plek de Algemene Consultant. Dus niet de fiscaal consultant, ook niet de IT-consultant, maar de algemeen consultant, die verdient een uurtarief van 115 euro. En een leuk detail wat uit de enquête bleek is dat consultants die regelmatig werken voor de overheid, dat die een uurtarief hanteren die ongeveer 13% hoger ligt. Dus de overheid is blijkbaar een interessante opdrachtgever. Dan gaan we naar de tweede plek. De tweede plek die is voor de financieel adviseur. En die hanteert een gemiddeld uurtarief van 118 euro. Ja, en dan uh, de eerste plek. Tromgeroffel. Wie heeft de eerste plek als het gaat van 50 beroepen, uh, een enquête onder 10.000 ZZP'ers? Het beroep. Met het hoogste uurtarief is het beroep van de jurist. En deze hanteert een gemiddeld uurtarief van maar liefst 135 euro. Als we kijken naar de top 10, die begon op de tiende plek met 98, tot en met plek 2 gingen we naar 115. Maar met kop en schouders op de eerste plek de jurist met 135 euro. Um, ik denk dat we kunnen concluderen, en nogmaals, dat is geen oordeel, maar als je iets in de tech doet, je doet iets van advies of je zit in een financiële hoek, dan kom je in het lijstje van de hoge uurtarieven. En zit je aan de praktische kant, of dat nou schoonheidsspecialisten is, of klusser, of lasser, of stukadoor, of beveiliger, dan zit je in een soort lagere schaal. Is dat goed? Nee, maar het is de realiteit, zo blijkt uit deze enquête. Ik ben heel benieuwd wat jouw uurtarief is. En vooral ook of jij daar blij mee bent. Want hij kan heel hoog zijn. Maar als je het niet leuk vindt wat je doet, dan verdien je misschien veel centen. Maar dan word je er niet blij van. Dus ik ben heel benieuwd, ben jij blij als ZZP'er? En wat is jouw uurtarief? Dankjewel voor het kijken. Hoi!